Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Jongens, kijk achter mij, het zonnetje komt op. Ik film dit nu met mijn telefoon, met mijn iPhone, want mijn GoPro die heeft net die timelapse opgenomen die jullie gezien hebben. Oh, het is altijd wel een nieuw bed. Even acclimatiseren, letterlijk en figuurlijk, maar we zijn wakker. Heerlijk, ga eens kijken of Joy wakker is, lekker een kopje koffie maken en dan gaan we op zoek naar een supermarkt. We moeten iets te eten hebben natuurlijk. We hadden natuurlijk ook al gezegd van, nou ja, we kunnen ook lekker gaan ontbijten. Ergens in de buurt, maar dat wordt een hele zoektocht. Daar hebben we nu niet zo'n zin in. Even lekker gemakkelijk naar de winkel. Maar jongens, de omgeving hier, ja, ik vind het mooi. Ik vind het heel mooi. En daarachter lijkt het net een beetje Toscane-arm met die cypressen. Ik zal jullie even mee omdraaien. Ik weet niet of je het ziet. Ja, kijk, daar. Ja, ik ga inzoomen. Oh, dan moet ik jullie even omdraaien. Let op. Kijk jongens, dit is wat ik bedoel. Krijg je toch ook een beetje Toscaans gevoel van, niet? Maar we zitten in Zakynthos. Eén van de Griekse eilanden en het zonnetje gaat dus jongens opkomen. Het is tijd voor een lekker teske koffie. Goedemorgen. Goedemorgen. Ze is wakker. Was weer in slaap gevallen toen je opstond. Zo prima. Maar ik rook de koffie. Taskkoffie. Zo. Eerste taskkoffie is een feit. In het zonnetje. Lekker genieten. Nou, we zijn op pad. Onderweg naar de winkel. De supermarkt. Even wat boodschapjes doen, maar we nemen jullie mee. Je kunt de geiten hier zo van de wacht plukken, sorry. Dat is ideaal voor op de grill. Koch center. Ga jij ze slachten dan? Laten we moeders doen. Rossini, oftewel orzo. Ik denk dat we een lekker receptje mee gaan maken. Echt erg, maar het is bijna 12 uur en wij gaan ontbijten. Nee, we doen brunchje. Een brunchje. Een lekker sapje erbij. Ik vind alleen de fles al leuk. Ja, is ook heel leuk. En die dop. Ja. Super grote dop. Zo, en een lekker geroosterd sneetje brood. En je hebt lekker kwark, hè? Ik heb een kwark. Nou, smakelijk. Ja, smakelijk. Smakelijk. We zijn op pad naar ons eerste avontuur. Maar de route is al mooi, hè, Cindy? Het is prachtig, ja. Heel erg mooi. We gaan steeds hoger, dus je kunt dadelijk heel mooi kijken. Als we een mooi plekje vinden om te stoppen, doen we dat. Ja, dan laten we ze mee genieten. Hmm. Maar ik heb wel gemerkt dat de Grieken heel laat het knipperlicht uitzetten. Nou moet ik wel zeggen, ze zetten het tenminste uit, daar niet van. Dus het is opletten. Want dan kun je de zee zien. Ja, je bent een lekkere. Ja, maar nu zie je alleen maar olijfboer mijn huizen. Ja, misschien zo tussendoor. Hier zo zien ze wel een beetje. Zakynthos staat er ook om bekend dat het groenste eiland is, hè? Ja, want de meeste flora wetende dat dit nu september is, is het erg groen en echt nog wel bloemen en ja, zo. Prachtig. Heel mooi. Zeg,
No parking. Ik heb toch even geparkeerd, maar gewoon voor het sneaky. Voor het touwtje. Sneaky. De alarm ligt aan, jongens. Kijk eens hoe mooi. Heel en ik vind mooi. Het toch een beetje Toscana-achtig met die cipressen allemaal. Cipressenboompjes, ja. Leuk, hè? Echt mooi. En het ruikt hier... De natuur. Dat ruikt niet. Trouwens, dat hebben jullie nog niet gezien, hè? Maar langs ons zwembad staan allemaal struikjes. Ik dacht gisteravond, laat hoe we aankwamen, dat het onkruid was. Ja? Is het niet. Het zijn allemaal lekkere kruiden. Munt. We hebben van alles. Oregano, citroenmelissen. Dus, wordt een gembertheetje. Dat wordt die barbecue aanzwengelen met kruiden. Zo heerlijk, ja, een visje. En een muntteetje. Zeker. Nou. En nu staan we bijna op het hoogste punt van dit stukje. Kijk ook weer wat een mooi uitzicht. En dat water, hoe blauw dat is. En je zult hier maar je huisje aan bouwen zijn. Dan word je toch schitterend aan beide kanten, geweldig, ja, uitzicht. Maar er is wel één ding, Zoey. Voel je het ook? Ik voel het. We voelen weer de spanning. Allee, Zoey. Ik knuffel wel voor een wens. Niet vertellen wat je gewenst hebt, nee. Hè? Zullen we binnen eens een kijkje nemen? Jazeker. Thank you very much. Welke ga jij proeven? Ik wil de sinaasappel. Ik ga voor de knoflook. Hallo. Hi, welcome. En? Ik voel echt sinaasappel. Echt lekker. Mm. Dit is citroen. Mm-hmm. Knoflook. En dit is knoflook met? Nee, dat is truffel. Truffel? Nee, dat zijn champignons. Pepertjes? Ik probeer hem. Mmm, very nice. Oh, we krijgen een filmpje te zien. Ja, ja, die rammelen ze rammelen altijd die olijven uit de bomen. En dan worden ze geraapt, komen ze uiteindelijk hier in die bak. Dan wordt het geperst en dan gaat het dan... Nee, het komt... Jawel, nee, het ging hier omhoog. Die ging hier in de bak en dan gaat het zo omhoog, zo verder. Interessant. Ja. Huh? Wat heb je alweer in je handen? Een flesje olijfolie met knoflook en... Ja, ik vond die erg lekker. En we hebben dat in de supermarkt. We hebben niks meegenomen voor te koken. Dus dat is ideaal. En bijenwas? Dit was een tip van Joke en Tanja, onze campervriendinnen. Dus ja, nu hebben we echte. Perfect toch? Goed voor de huid, goed voor wondjes. Hier zie je het nu. Dames, wat hebben we gekocht? Nog meer? Of dat wat nee, ik al liet zien? Dat was het wat je al had gezien. Goed, ja, mam heeft ook nog een potje bij je was. Ja, maar dat is ideaal. Voor de huid. Zodat die 20 blijft. Ja. Ik stuur Cindy even over een toeristenweg. Ja, nou. Is wel mooi. Jazeker. Eenbaans. 40 km per uur. Beetje gehoppen. Mooie olijfboompjes langs de weg. Dan zie je wel het meeste van het landschap. Af en toe een paardje, lokaal iemand die zwaait in de hoop dat je stopt. Echte toeristische... Oh, toeristische... Een look in de weg. Ja. Toeristische beleving, hè. Het is nog 2 kilometer deze weg voor. Prima. Lopen we een hens binnen boer achteraan. Hier zit ook bij de lui op de erf. Bijna. En we gaan weer door een dorpje. Ja.
Oh, nu dacht ik toch dat daar een fiets kwam, maar het is een scootertje. Ja. Zo, die man zal wel denken, heb je weer zo'n verdwaalde toeristen? Hé, hey, een lokale taverne. Ja. En hier, hoe moet ik de door? Weg volgen, rechtdoor. Mini maken, dus hartstikke dicht. Ja, hier hebben we een shop. Mini closed. Mini closed. Simpel Griek hier. Oh nee, het is wel open. Wil je even snuffelen? Ja, kan. Nu zijn we hier. Dat is wel leuk. Traditional Greek products. We zijn weer gestopt. In de souvenirwinkel. Ja, bij een lokaal winkeltje, maar ik heb hier wel een hele hoge Oostenrijk vibe. En? Al dat hout? Nee. Kijk. De belletjes. Oh. Dat waren toch ook die belletjes dat wij in Oostenrijk gezien hebben. Hier, zoiets. Geweldig. Ja, dat zijn granaatappels, joh. Weet je hoe ik dat weet? Ik zie dat. Ja, kijk. Hier is die opengebroken. En die sap vind je altijd lekker. Hè? Oh, heerlijk. Zo lekker. Die pitjes lekker in het salade. Ja, het enige is dat eruit wippen. Weet je nog in onze nieuwe hadden keuken we net, toen? Hadden we net geverfd. Openen we zo'n granaatappel. Pats! Alles tegen de wit. Stralend witte muur met rode stipjes. Dat was net een paddenstoel. De schelpjes. Gezien. Kijk nou toch. Maar die heeft toch echt stukken moeten rijden hoor. Wow. Een campertje. En een Rimor. Een Fransoos. Wat gaan we doen? Gaan we hier de auto neerzetten? Wacht, hier is nog een parking zie ik volgens mij. Oh. Zal ik die meneer even voor laten gaan? Die mevrouw achter het stuur. Dat lijkt me een leuk baantje even. Ja, dat doen we. Volgens mij doet het. Ik kan het niet zien. Ik had hier eigenlijk een andere. Zie je nou wel dat hij aan het opnemen is? Ja, jongens, we hebben nog een oude GoPro 6 uit de kast gehaald. Of de 8? Nee, dit is de 6. Oh, dus de beeldkwaliteit is iets minder, maar voor onder water. We gaan even testen of je het doet onder water, hè? Dat is eerste en misschien het laatste beeld, jongens. Doei! Kijk nou jongens, hoe een mooie baai. Hier hebben we net heerlijk gezwommen. Natuurlijk wel even de fingers crossed of jullie die beelden nou gezien hebben van die andere GoPro. Want ik had er zo'n case omheen. Zie je, deze gaat ook omlaag. Zo'n case omheen gedaan voor onder water, onze oude GoPro 6. Maar ja, ik kan nu niet zien of die beelden gelukt zijn. Dus jullie zien het dadelijk of het wel gelukt is. Of ja, dat heb je dan al gezien. Als het niet gelukt is, dan heb je niks gezien. Maar ja, goed, we zullen het zien. Dus zoals jullie zien, dan wordt hier veel gezien. Ik heb een nieuw stopwoordje. Zien. Heb je het gezien? Ja. Ja, kijk, hij zit nog steeds. Kijk, er komt condens. Condens. Maar kan ook van een warmte. Ja, misschien moeten we gewoon even googlen of die niet zonder case in water kan. Ik weet het niet meer namelijk. Nou, we gaan terug naar de auto. Daar gaan we zo omhoog. Nou, sorry. We zijn op het toeristische puntje. Oeh, die GoPro selfie stick die je in een verbanging moet een draaien. Kijk, waar zijn we? Bij Shipwreck. Shipwreck, ja. We gaan eens kijken. Ik zie al iedereen mensen op het pad lopen waar Danger dat staat. Dat ga je niet doen. Ik heb alleen maar slippertjes aan. Ja, bij het uitkijkplatform. We gaan eens kijken. Enjoy, kun je wat zien? Ja, het ligt een beetje om het hoekje. Ligt het om het hoekje? Oh,
gaan we op het randje staan. Oh ja, jawel, je ziet wel wat. Maar er zitten toch nog mensen op het strand. Ik had gelezen dat door het afbrokkelen, dat de boot ook niet meer aanleggen om daar naartoe te lopen. Moet ik wat foto's maken nog? Ja, dat kan. En Cindy, wat vond je ervan? Ja, ik vond het nostalgisch, want ik ben hier heel lang geleden geweest. Het was mijn eerste vliegreis naar Zakynthos, koffer kwijt. Ze hebben ook hier geweest, onder met het bootje. Van het bootje afgesprongen richting dat wrak wat er ligt. Heerlijk gezonnebadst. Het weten dat je daar nu niet meer kunt komen en alleen van bovenaf kunt zien, is nostalgie. Dat is zeker nostalgie. Lijkt wel of we in Curaçao zijn. Ja. Had je ook zo'n tentje bij, bij, de grote bij het knip. Strand? Ja. Ja, bij het strand. Maar het is hier wel druk hoor. Aan? Zoet, maar lekker. Aan? Zoet? Heerlijk! Nou, ja, dan moet ook gesport worden op vakantie. Och jee, wat je sporten. Een hele dag in de auto lekker getoerd te hebben. Hier en daar gestopt. Even lekker een duik. Ja. En dan gaan we daar lekker een hapje eten, Joy. Ja, eerst douchen klaarmaken en dan een hapje eten. Ja. Jongens, Joy heeft van alles gepind via Google Maps. Naar aanleiding van een aantal accounts die ze volgt. Dus we gaan lokaal eten. Ik ben heel benieuwd. Ik laat me verrassen. Nog even lekker genieten van het zonnetje. Een beetje opdrogen. En dan... jammers. Je ligt er wel als de koningin, hè? Dat bedje. Het zijn hele fijne bedjes, dat zeg ik eerlijk. Ja. En dan met zo'n zonnetje nog. Eerst onder de bedjes staan, zoals jullie gezien hebben. Hebben ze even maar ja, je hebt nu hier aan deze kant nog zon, dus dit is toch lekkerder. Heb je horloge nog aan? Huh? Zeg, heb jij je horloge nog aan? Ja, deze kant onder water. Oh. Je trekt hoeveel ik zwem. Ik zit al op 110 meter. Nou, ga zo door. Lekker een hapje eten met z'n drieën. Ja, bij een echt Grieks restaurant. Echt Grieks restaurant, Zorba's Taverne. Ja, proost. Proost jongens. Jongens, kijk eens wat een grote glas ouzo. Joy. Allemaal lekkernijen. Oh. Ja, dit wordt allemaal gedeeld, hè. Nu niet doen of jij alleen de heel schudt. Nee, ik heb... Lekker. Smakelijk eten. Smakelijk. Oh. Het was echt lekker, hè. Het is nog lekker. Echt een aanrader. Zorba's. Zorba's. Hey, ik ken het niet. Maar zo was taverne, toch? Ja. Dat is lekker. Hoppa. Hey, kom op. In de fases. Oh. Hey, Joy, we zijn weer terug, hè? Ja, terug in het huisje. Na een heerlijke maaltijd. Het was heerlijk eten. We hebben nog wat grond gestruid, dingetje in de uit. We hebben nog wat gekocht voor de camper in Zakynthos, jongens. Kijk. Een sleutelhanger. Een Fiat sleutel. We hadden nog die... Remove before flight. Remove before flight. Iets nog van jouw werktijd. Ja, van Defensie. Ik zeg, het wordt tijd voor wat nieuws. Dus die hebben we gekocht. Je hebt een ringetje gekocht voor... Om voor de trouwring. Zodat we zeker weten dat hij niet uitvliegt in de die zee. Die is te groot, dus dan heb ik een kleiner ringetje. En die houdt hem op zijn plek. Ja, perfect. Want ik heb nu ook de ring van mijn oma om. Ja, leuk hè. Die heb ik van mama gekregen. Nou, Joy, ik denk dat we ze vandaag genoeg indrukken hebben laten zien. Of niet? Dat denk ik ook wel, ja. Jongens, bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. En dan zien we jullie
bij de volgende vlog. Doei!